47 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Surinamers, van harte gefeliciteerd. Er is veel onrecht naar de inheemse toe. 47 jaar lang al. Ja? Regeringen op regeringen na. Wij zijn bewust geworden over al het onrecht. En dit willen aan de wereld wijzen en aan de Surinamse overheid. Want we hebben ze gewezen, we hebben ze gezegd. Ze vechten met frontconversie. Ja? Dit gaan we niet aan. Dit is het moment dat onrecht naar ons toe is gepleegd. En daarom komen we in protest vandaag. Laat de wereld zien dat Nederland nooit Suriname nooit een kolonie was van Nederland. Nooit niet. Ze hebben geroofd, landroof gepleegd, ze hebben geoccupeerd. En dat, al dat hebben ze, genocide hebben ze gepleegd. En al dat willen ze nu rechtvaardigen met een mooi woord, kolonisatie. Is barbaars wat men heeft gedaan. Wij zijn bewust. Historie van Suriname, we vieren nu op een onafhankelijkheidsdag. Wie is afhankelijk geweest? De nazaten van immigranten en nazaten van slaven. Die zijn nooit afhankelijk geweest. Een land kan nooit eigendom zijn van een ander land. Ja? Dus occupatie, ze hebben geroofd, landroof, barbaars, mensen vermoord, genocide. Dat hebben ze gedaan in heel continent Amerika. Ja? Het is ook hier gebeurd. En daarom zeggen wij gaan Suriname wezen. Wij gaan de wereld wezen. Dat onrecht hersteld moet worden. Daarom vieren wij dat ook niet. We feliciteren alle andere Surinamers. Ja? Met deze dag, want ze hadden een andere identiteit. Ja? Ze zijn van land van herkomst, geroofd, misleid om naar hier te komen. En dat is het, dat is de waarheid. Ja? Dus 25 november is geen onafhankelijkheid. Er moet een dag van nationale eenheid komen. Waar we elkaar gaan vinden in dit land. Iedereen en niemand wordt voorgetrokken. Want wat wij zien is verdeeld en heerst nog steeds. Ja? Mensen worden vooruit getrokken. Ja? Alleen om belangen. Kijk hoeveel land wat hier zo wordt vernietigd. Land wat verkocht, alsof het van hun is. Hebben ze het gemaakt dat ze het kunnen verhandelen? En dat pinare mensen. En als dat niet genoeg, willen ze het laatste stukje van de inheemse nog hebben. Wij gaan geen 1 mm meer verwijzen van onze grond. Niemand mag denken, je mag nog zoveel concessies gaan aanvragen. Niet zonder onze toestemming. Wij zijn woens geworden. Dan maak ons allemaal doen dat. En nogmaals, dan neem alles. Dan praat dat goed. Ik dank u allen en feliciteer nogmaals met deze dag. Minota Frede!
25 November, Tranankis wa man pitching, fanning, fanning, Srividensino. 25 November, Tranankis wa uma pitching, fanning, fanning, Srividensino. وسيم نمر ابسترات يا اوستور نيت كي اكو سان هير اخوان دك استفرني قال وسيم داو توك اكو سان هير اني ما خطاسني اسرق مخبر خف الترابو يا اني ما كان ساكو يا جازو تريبون ما دا موت ادري نير سو فور وين دكو دو توك كيكو بي ماسي سو ستان اوف دو دون ريس دات ويتي فراغ يما اوف ايك ان بيتشي كان هيلن وان دات فالت ويغ دات دي ترانه نو موتن كومن. Ja? Op zo'n onafhankelijkheidsdag dat je mensen zo behandelt. Niet hoor, kan ook kan. Ja? De mens, één ding dat ik weet, is dat de president, als het volk naar de president gaat, hè, blijft de president steeds echter de glazen daar kijken bij van zijn gebouw. Ja? En stuurt zijn directeur of wie dan ook om het volk te benaderen. Ja? Vandaag weet het volk dat de president hier zal zijn. Ja toch? Dan was het toch goed dat de mensen nou komen om hun president te zien. En als ze iets te zeggen hebben, dan willen ze het dan nou zo doen. Want als je gaat naar het kabinet, ja, dan zie je nooit een president. Huh? Van wie is hij president? Van zijn regering, de kleine kliek die daar is. Ja? En ook Kang, je bent president van het volk. Anders ben je geen president. Ja toch? Nee. Ik ben gekomen om een signaal te sturen, meer naar de president, dat het Anegobong. Moet je niet daar gaan staan? Ik ben, heeft me gezien, ik denk dat hij me duidelijk heeft gezien. Ik ben zelfs, ik kan zeggen, aangevallen door een van zijn beveiligers, ondanks ik achter de drang stond, maar ik ben lang. Bordjes schiet ver omhoog, het is duidelijk leesbaar voor hem volgens mij. Dus ik denk dat hij de boodschap heeft gehad. Je merkt het ook, zoals de kapitein Irion het heeft gezegd, de president wordt geflankeerd door de bevelhebber van het Nationaal Leger en de waarnemend korpschef. In aantocht is de vlaggenwacht. De vlaggenwacht is een bijzondere eenheid. Nee, u kunt zich daar aan maar om drie kijken. Nee, wacht. Waar ik heb de opdracht. Nee, u gaat nu daar die kant op. Ja, u gaat die kant op. Anders. Wat is de reden dan? Nee, even. Nee, we hebben de opdracht. Maar van wie heb je die opdracht? Oké, we gaan. Meneer, wilt u meedoen? Meneer, kijk u dat maar. Welke mensen wachten? Kijk hier zo. Ik ben geweldig.
Ja? Ja, ik ben verbaasd. Je moet niet aanraken, je moet niet aanraken. Ja, oké. Raak me niet aan! Maar dan pas me! Ik ben betting niet op, je pas me! Je dan pas me aan, man! Oké. Hier is goed, hier is goed, oké. Wat zeg je, hier is goed, toch? Er is erg wat ik heb meegemaakt, maar Ik ga niet meer. Ze zouden al weggaan, je kon 3-3 best, maar ze mogen daar niet staan. Hij is echt in de fout gegaan, maar en dat moeten we voorkomen. Met Becky de Soetbar af, minder gooi naar Toetja DC. Die man is dat, dat is een inspecteur. Die is een mevrouw gaat klappen gevallen. Dat kan niet. We hebben de mensen verplaatst en ze hebben zich verzet. En bij die verzet is het een beetje hardhandig aan toegegaan om ze te verplaatsen. Dat is alles wat er is gebeurd. Niks meer. Maar nu hebben we ons een doel bereikt. Ze zijn op afstand en we horen ze aan. Maar ze staan nog steeds op straat en het défilé komt zo langs. Ja, maar défilé, het gaat om protesterenden. Ze kunnen het défilé verstoren. Daar gaat het om. Nu een demonstratie voltrekken over de Suriname rivier. 25 november, Franankies wat man pitching, vaning, Srividensino. 25 november, Franankies wat oma pitching, vaning, Srividensino.
go, 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 go,